Welkom en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog van Venhorst Fourage. Vandaag gaan we op weg naar Limburg aan de Laan. Alleen is het nu geen 5 uur 's ochtends, maar 5 uur 's avonds. Ik pak daarom eerst een lekker bakje koffie. Vandaag zijn we met 3 man sterk. Momenteel is het super druk en doen we er alles aan om onze klanten voor de feestdagen nog blij te maken met hun hooi of stro. Michel, Nick en ik gaan daarom nu op pad om meerdere vrachten hooi te laden. Dit wordt morgen vroeg weer omgeperst om vervolgens weer richting de klanten te brengen. De palen die we hier gaan laden worden met een verrijker via de zijkant erin gezet. In onze combinatie passen 40 balen. Eén zo'n baal weegt ongeveer 300 kilo. Weten jullie hoeveel gewicht er in totaal mag in een combinatie? Laat het weten in de reacties. Hier zijn we bijna op bestemming. Michel en ik maken even de zijkant open. En het laden kan beginnen. Met het laden van de vrachtwagen zijn we ongeveer een half uur per vrachtwagen bezig. Nick's zijn vrachtwagen zit alweer vol. Nu is het tijd om aan de volgende vrachtwagen te beginnen. En nu is het mijn beurt om te rijden. Even mijn pasje in de tachograaf doen. En op naar de Achterhoek. We're the ones.
Na 3 uur rijden zijn we weer op de zaak. Ondertussen is het 2 uur 's nachts. Ja, ook dit hoort bij de sfeerbeelden maken. Rennen voor het leven. Ik ga nu de vrachtwagen op de weegbrug zetten, zodat we hem even kunnen wegen. Nu is het tijd om weer te lossen en te laden. Zodat onze collega's Paul en Dennis straks weer op pad kunnen. Wat doet onze Michel dat goed, hè? En klaar staan onze wagens. Paul en Dennis kunnen straks ermee op pad. Het is nu tijd om lekker naar huis te gaan. Wij wensen jullie allen een hele fijne kerst en alvast een heel gelukkig en gezond 2024 namens het hele team Fennoord Fourage.